Via Barista is een onderzoeksproject naar succesvolle reïntegratieprojecten voor mensen met terugkerend crimineel gedrag. Criminaliteit heeft veel impact. Het zorgt voor slachtoffers en maatschappelijke onrust. Hulpverleners, politie en gemeente zijn daarom druk op zoek naar initiatieven om criminaliteit zoveel mogelijk terug te dringen. 75% van de totale criminaliteit wordt veroorzaakt door veelplegers. Dit zijn mensen die regelmatig terugvallen in crimineel gedrag. Vaak spelen er problemen op verschillende leefgebieden, zoals trauma, psychische problematiek, het ontbreken van een opleiding, zinvol werk of een veilige woonplek. Hierdoor is het voor veel mensen uit deze groep moeilijk om de vicieuze cirkel van criminaliteit te doorbreken. Bestaande initiatieven lijken vaak nog onvoldoende aan te sluiten bij de persoonlijke behoeftes van mensen met terugkerend crimineel gedrag. Het motiveren van deze groep voor reïntegratie wordt hierdoor lastig. Gelukkig zien we in de praktijk ook een opkomst van reïntegratieprojecten die er beter in slagen om bij deze moeilijk bereikbare groep aan te sluiten. Tijdens ons onderzoeksproject hebben we 9 succesvolle reïntegratieprojecten onderzocht. De uitstraling van deze initiatieven is positief en aantrekkelijk. Alle 9 initiatieven combineren werk met leren en persoonlijke ontwikkeling, waarbij de motivatie om te werken aan reïntegratie en persoonlijk herstel van mensen lijkt te groeien. Ze sluiten hierbij aan bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de literatuur over de rol van motivatie bij reïntegratie en kunnen ons veel leren over de praktijktoepassing hiervan. Tijdens het onderzoek hebben we de praktijk zorgvuldig onder de loep genomen. Door het lezen van relevante documenten, observaties, meedoen met werkzaamheden en het voeren van gesprekken met werkbegeleiders en natuurlijk de deelnemers zelf, hebben we 6 werkzame ingrediënten gevonden die van waarde zijn voor een succesvol reïntegratieproject. De onderzochte leerwerkprojecten hebben geen stoffig imago, maar een eigentijdse vormgeving en hip karakter. Mensen leren een beroep dat tot de verbeelding spreekt, zoals barista, koffiebrander, binnenvaartmatroos, meubelmaker of horecamedewerker. In de projecten staan vakmannen of vrouwen en ervaringsdeskundigen aan het roer die werken vanuit hun mens zijn. Zij fungeren als rolmodel en zijn in staat een authentieke relatie op te bouwen met de deelnemers, ondanks hun soms geharde straathouding. In de projecten werken meerdere mensen met een criminele achtergrond. Samen gaan ze door een collectief ontwikkelingsproces. Deelnemers ondersteunen elkaar waar nodig en krijgen zo het gevoel er weer bij te horen. De focus ligt op wat mensen met een criminele achtergrond in positieve zin kunnen bijdragen aan de samenleving. De deelnemers komen op een constructieve manier in contact met mensen buiten hun eigen circuit en andersom. Dit werkt destigmatiserend. Er wordt gewerkt aan het aanleren van werknemersvaardigheden. En de samenwerking met externe partners zorgt voor een doorstroom naar regulier werk of een opleiding. Hiermee geven de projecten een boost aan de kansen op de arbeidsmarkt. Tijdens het onderzoek volgden we 20 deelnemers in hun ontwikkeling en herstelproces. We ontmoetten de deelnemers aan de start van hun reïntegratieproject en zochten ze opnieuw op na 3 en na 12 maanden. In de eerste 3 maanden zagen we bij de meeste deelnemers positieve veranderingen, bijzonder mooie resultaten bij een groep waarvoor verandering ontzettend moeilijk is. De resultaten na 12 maanden laten zien dat het lastig is om de positieve veranderingen door te zetten. Herstellen van een verleden vol criminaliteit is complex, gaat met grote ups en downs en neemt veelal jaren in beslag. Gelukkig laten de verhalen van ervaringsdeskundigen zien dat het voor iedereen mogelijk is om zich te ontwikkelen. Ieder ontwikkelingsproces is persoonlijk en uniek. Maatwerk is dus ontzettend belangrijk. De deelnemers benoemden 3 motiverende factoren om met de reïntegratieprojecten mee te doen en hier uiteindelijk ook mee door te gaan. De type werkzaamheden moesten leuk zijn en voldoening geven. Het traject moest uitzicht bieden op een baan of een opleiding. En de connectie met de werkgevers of werkbegeleiders speelde een grote rol. Hiermee bevestigen de deelnemers dat de eerder vastgestelde werkzame ingrediënten inderdaad het verschil maken. De gevonden resultaten in dit onderzoek bieden ons nieuwe en unieke inzichten om een bijdrage te leveren aan herstel van mensen met terugkerend crimineel gedrag, door te laten zien hoe de wetenschappelijke ideeën over motivatie in de praktijk kunnen worden toegepast en wat dit oplevert. De onderzochte leerwerkprojecten hebben deze moeilijk bereikbare groep weten te raken en laten daarmee een positieve voetdruk achter. Met als uiteindelijk doel het duurzaam doorbreken van de vicieuze cirkel van crimineel gedrag
en het terugdringen van criminaliteit in de samenleving.